Een groot aantal motorrijders heeft vanmiddag bij begraafplaats Zorgvliet afscheid genomen van Etus Belserang, voormalig president van motorclub Satudara. Er was veel politie aanwezig omdat burgemeester Halsema en de burgemeester van Amstelveen rekening hielden met een verstoring van de openbare orde. Ook werd er vuurwerk afgestoken, terwijl dat eigenlijk verboden was. Wij zijn een Molukse volk, hè? We hebben onze trots. Wij eren onze broeders. Linksom, rechtsom, het is onze broeders, dus wij eren ze zoals het hoort. Eerder vandaag kwam de stoet aan in Zuidoost, waar de dienst was. Voor Veen moet je ze eer bewijzen. Ja, is wel dat hebben ze allemaal mooi gedaan. Al die mensen die er kwamen, keurig netjes geregeld. We hadden helemaal die fucking politie niet nodig. Nou, want we hebben altijd respect als iemand wat gebeurd is. Gisteravond werd al vuurwerk afgestoken bij de woning van Belserang in de Holendrechtstraat in Zuid. Van de burgemeesters mochten er vandaag geen Satudara-uitingen gedragen worden, omdat de motorclub door de rechter verboden is. De motorrijders hielden zich daaraan. Ik ben trots op mijn broeders. Dat ze hier van her en ver zijn gekomen. Ik ben heel trots. Daar zijn mijn broeders voor. Over heel Europa. Hè? Van Denemarken, Duitsland, overal. En dan ga ik daarna twee meiden bestellen. Ga ik lekker relaxen thuis. Ja, 100. Ja toch. Het moet. Want het moet weg. Gaan, hè? Maar die pijn slijt nooit, hè? Dat weet je. Maar hij heeft altijd hieruit zitten.